Het is dinsdag 4 juli. Hartelijk welkom bij deze uitzending van Rijnmond Nieuws met daarin onder meer... Voorzitter Leefbaar Rotterdam voorgedragen als opvolger afgetreden wethouder Snijder. Feyenoord presenteert Kevin Dix als opvolger van Rick Karsdorp. En bedreigd raadslid Touran Yazir na 4 maanden terug in de Rotterdamse gemeenteraad. En het weer voor morgen. Ed Alders. Woensdag komt de zon geregeld tevoorschijn tussen de aanwezige bewolking. Stralend zonnig weer zal het dus niet worden, maar blijft wel overal droog. En het is behoorlijk warm met temperaturen oplopend tot zo'n 24 graden. En daarbij waait slechts een zwakke tot matige oostenwind. Nou, of het de komende dagen nog warmer gaat worden, dat ga ik u zo meteen vertellen in het lange weerbericht. Robert Simons is voor Leefbaar Rotterdam de kandidaat om Ronald Snijder als wethouder op te volgen. Simons is nu nog voorzitter van Leefbaar, maar verruilt deze rol wat zijn partij betreft voor die van wethouder stedelijke ontwikkeling en integratie. De meeste Rotterdamse politici zijn blij als het aanstaande vrijdag is dat ze met reces gaan. Voor mij begint het werk dan pas, maar ik kijk er echt naar uit. Ik ga het met veel plezier doen. Snijder vertrok vorige week na onder meer een kritisch rapport over zijn betrokkenheid bij de miljoenenfraude bij het poppodium Waterfront. Leefbaar schrijft nu Simons naar voren, die jarenlang met Snijder samenwerkte als raadslid. Niet moeilijk ook om hem dan op te volgen als u hem zo goed kent? Nee hoor, dat soort dingen moet je gewoon zakelijk zien. Kijk, hij heeft ervoor gekozen om terug te treden. Nou, de stad moet gewoon bestuurd worden, dus dan komt er gewoon niemand anders. Na de verkiezingswinst van Leefbaar in 2014 was Simons ook al kandidaat om wethouder te worden. Begin van deze periode was ik ook een van de kandidaat-wethouders. Ik heb ook gesolliciteerd, maar goed, er waren meerdere kandidaten. En toen zijn twee anderen gekozen naast Joost. Dat is prima. Er moet ook altijd gewoon gekeken worden naar de portefeuille en de omstandigheden. Nu was ik de kandidaat, dus prima. Ja, dacht u toen niet van, nou, toen is het niet zo ver gekomen, waarom dan nu ineens wel? Ja, dingen veranderen, tijden veranderen. Kijk, je moet, met dit soort dingen moet je ook gewoon een beetje geluk hebben dat het balletje net jouw kant op rolt. Zo is het gewoon. Nou, dat geluk was nu aan mijn zijde en daar ga ik met volle kracht vooruit. Donderdag wordt Simons gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarna wordt er gestemd over zijn voordracht. En ander nieuws uit de Rotterdamse Raad. De ChristenUnie-SGP helpt het Rotterdamse College weer aan een meerderheid in de gemeenteraad. Dit zomerakkoord werd maandagavond gesloten. Het akkoord was nodig nadat het college de meerderheid kwijtraakte door de overstap van Mo Anval van Leefbaar naar NIDA. In ruil voor de nu geboden steun van ChristenUnie-SGP heeft het college toezeggingen gedaan op het gebied van armoede, duurzaamheid en vaderschapsverlof. En voor het stadhuis staat Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, ChristenUnie-SGP heeft het huidige college uit de brand geholpen. Wat heeft het daarvoor in ruil binnen weten te slepen? In totaal is hem 16,5 miljoen euro aan geld voor onderwerpen die voor die partij heel belangrijk zijn. Je zei het al, duurzaamheid, bijvoorbeeld vaderschapsverlof, maar ook armoedebestrijding. Ja, zegt Zetkin Sies van de ChristenUnie-SGP, het had meer mogen zijn... Maar simpelweg, het zat er niet in. Het pakket wat er nu ligt, 16,5 miljoen, 13,5 voor armoede, 2 voor de duurzaamheid en 1 voor het vaderschapsverlof van de ambtenaren hier op het stadhuis. Volgens mij is het een mooi pakket waar ook de volledige raad, of in ieder geval de oppositie, de afgelopen jaren om gevraagd heeft. Om extra investeringen op dat gebied. Nou, dat kunnen we nu middels deze steun realiseren en daar zijn we heel tevreden over. Ja, hij heeft op punten die wij in het verleden altijd middels moties, die zijn altijd weggestemd, komt nu een gedeelte van terug. Natuurlijk zijn we daar blij mee, zoals het jeugdtegoed verhogen, zorgen inderdaad de individuele inkomenstoeslag tot die weer in ere wordt hersteld. Maar u moet niet vergeten dat er in 2015 25 miljoen bezuinigd is op armoedegelden. En daar komt nu met deze voorstellen 9 miljoen van terug, terwijl het Rijk sinds 2015 nu alleen al 9 plus 6 is 15 miljoen armoedegelden naar Rotterdam stuurt. Had u ook nog opmerkingen over het punt integratie? Daar zijn geen toezeggingen gedaan. Klopt, daar zijn we tot de constatering gekomen dat de verschillen tussen de partijen zo groot zijn. Dat we daar geen afspraak over gemaakt hebben. We zullen het college heel kritisch volgen. En we zullen ons weerwoord, zoals we het ook de afgelopen jaren, vooral tegen de partij van Leefbaar Rotterdam hebben. Wij zullen ons eigen geluid houden en zij zullen een eigen geluid hebben. En dan
Ja, laten we dat horen in de gemeenteraad. Nou, kijk, het staat natuurlijk sowieso ieder raadslid vrij om altijd een afweging te maken op inhoud. Hè? Dus je moet ook niet zomaar doen alsof iedereen monddood wordt gemaakt omdat je bij het kruisje getekend hebt. Maar er is niet een grote meerderheid. Het gaat er gewoon om dat je dus een uitgangspunt hebt dat je dat onderschrijft. Dus wat nu beleid is, daar staat hij voor. En als er zich natuurlijk de komende tijd nieuwe dingen ontwikkelen die niet in het beleid zijn afgesproken, ja, dan zou je dat natuurlijk per zaak moeten bekijken. Jan Roelof, er wordt vandaag vergaderd over de voorjaarsnota. Hoe reageert de oppositie op de plannen van die kersverse coalitie? Ja, voor de oppositie, Suzanne, zijn die druiven zuur dat zij nu weer buitenspel staan. Ze staan weer aan de zijlijn. En dat merkte je. Ik stond vanmiddag even in de tuin achter het stadhuis en dan zie je Zetkin Cies lopen. En dan hoor je ze zeggen, kijk, hij heeft nieuwe vrienden. En ja, dat lieten ze ook in het debat merken, dat ze er niet blij mee zijn. Er wordt gezegd van, had nou toch voor de plannen van de oppositie gekozen? Leo de Klein van de SP zei van, stel we maken een nieuw pakket. Dat is misschien nog wel veel beter dan dat er nu op tafel ligt. En toen zei hij tegen het CDA, doen jullie mee? Ja, en die zeiden toen, nou, beter dan dit zal het echt niet gaan worden, dus laten we het hierbij houden. Nou, de hele dag gaat die discussie nog door. De voorjaarsnota wordt nu besproken, dat gaat ook vanavond door. En donderdag, dan is de tweede dag dat hierover gesproken wordt. En ja, die pijn bij de oppositie zal er voorlopig nog even zitten. Dankjewel voor je bijdrage, Jan Roelof Visser. En op de redactie Bart Nolles. Bart, vandaag is er een nieuwe speler gepresenteerd bij Feyenoord. Over wie hebben we het? We hebben het over Kevin Dix. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van Fiorentina uit Italië. En wordt gezien als de opvolger van Rick Karsdorp, die naar AS Roma is gegaan. Ja, Dix die kennen we uit zijn tijd bij Vitesse. Moet als rechtsback nu de concurrentie aangaan met Bart Nieuwkoop bij Feyenoord. Maar Dix is nu vooralsnog heel erg blij dat hij het rood-wit van Feyenoord mag gaan dragen. Ik was vroeger al Feyenoord fan. Ik ben ook een paar keer geweest kijken, open dag en bekerfinales en dat soort dingen allemaal meegemaakt. Dus ik heb hier wat beleefd, ook Feyenoord Ajax geweest en ja, toch wel een droom voor mij die uitkomt. Die concurrentiestrijd, hoe kijk je daarnaar? Heeft de trainer er al iets over gezegd van wat jouw kansen hier zijn? Ik moet gewoon met Bart strijden voor wie gaat spelen. Ik ken Bart al heel goed. Ik heb Bart ken ik al een tijdje, een paar jaar. En we zijn nog goede vrienden, dus het is niet erg. Dus het is niet dat we elkaar haten of zo, maar we zijn echt hele goede vrienden. We kunnen gewoon een hapje eten met z'n tweeën of zelfs bij elkaar thuis zijn. Dus dat is wel fijn. Er zit geen optie tot kopen bij. Dus dit is echt duidelijk voor één jaartje in ieder geval. Ook omdat die droom van het doorbreken bij Fiorentina, die is er nog steeds? Wat mij betreft mocht die optie tot kopen wel. Maar ja, er was wat aan de hand met Fiorentina. Dus daar heb ik niks over te zeggen. En ja, als Feyenoord mij wil kopen, dan zeg ik natuurlijk geen nee. Feyenoord is voor mij de droomclub. Dus dat is duidelijk. Ja, Dix is dus nu bij zijn droomclub na de uitgaande transfer gisteren bij Feyenoord van Terrence Kongolo naar AS Monaco. Nu dus de ingaande transfer. En op 5 augustus gelijk een bijzondere wedstrijd voor Kevin Dix als hij met Feyenoord de strijd om de Johan Cruijffschaal speelt tegen zijn voormalig werkgever Vitesse. Dankjewel, Bart Nolles. Wouter Kolff wordt de nieuwe burgemeester van Dordrecht. Hij volgt PvdA'er Peter van der Velde op, die sinds het vertrek van VVD'er Arno Brok waarnemend burgemeester is. De 40-jarige Kolff is vanmiddag door de Dordtse gemeenteraad voorgedragen aan demissionair minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Als Plasterk de benoeming goedkeurt, wordt hij op 13 september geïnstalleerd. De geboren en getogen Rotterdammer is momenteel nog burgemeester van Veenendaal. Het bedreigde CDA-raadslid Touran Yazir keert na bijna 4 maanden terug in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij verdween in maart uit zicht na ernstige bedreigingen uit de Turkse gemeenschap. Yazir werd door de Turkse krant Saba verantwoordelijk gehouden voor de diplomatieke ruil tussen Rotterdam en Turkije. En hij werd neergezet als leider van de Gülen-beweging in Nederland. Na maanden van afwezigheid keert Touran Yazir terug op de Koolsingel. Hoe is het om terug te zijn? Ja, heel goed. Ten alle tijde strijdbaar. Hij besloot in maart te stoppen met zijn raadswerk nadat hij in Turkse media verantwoordelijk werd gehouden voor de diplomatieke ruil met Turkije. Toen de bedreigingen ook zijn gezin raakten, was voor Yazir de maat vol. Ik had nooit verwacht dat na zo'n gebeurtenis dat op mijn bordje zou komen te staan. Dat had ik nooit verwacht. Dus dat was een totale verrassing.
En vanaf dat moment heb ik de keuze moeten maken om me tijdelijk terug te trekken. Ik kon het nog wel redelijk relativeren, maar die steun die was in het thuisfront nodig. Dus daarvoor heb ik ook gekozen. Ondanks de bedreigingen blijft Yazir zich aanhanger van Gulen noemen. Er is op dit moment tot nu toe geen enkele rechterlijke uitspraak erover geweest dat Gulen daar ook van schuldig is. Dus voor mij is er op dit moment nog geen enkele aanleiding om te zeggen dat ik van die inspiratiebron af moet zien. Ik zal dat ook blijven zeggen. Ik raak geïnspireerd door het gedachtegoed van Gulen. Gulen-aanhangers in Turkije die lopen gevaar, die worden vastgezet in de gevangenis. Hoe is dat met aanhangers van Gulen buiten Turkije? Nee, ik ben niet de enige die daar last van ervaart, maar er zijn meerdere mensen die in de samenleving een bepaalde positie bekleden, die sociaal-maatschappelijk actief zijn. Dat zijn ook de eerste beste mensen waar ze het op munten. Dat mensen 3000 kilometer verderop verantwoordelijk worden gesteld voor een coup-poging. Dat is niet te verklaren, zeg maar. Kunt u nog naar Turkije toe? Ik denk dat het voor de komende periode is uitgesloten om die stap te nemen. Nee. En zometeen na Rijnmond Nieuws 7 minuten over jachthavens in de regio. Vandaag de Heliushaven in Hellevoetsluis. Het is zeker een klein dorp. Bootvaren is gewoon een fantastische bezigheid. En als je natuurlijk door Nederland aan het varen bent, zie je Nederland op zijn mooist. Overal is water. Dus je hebt alles bij je als je met een boot aan het varen bent. Eten, drinken, je slaapplaats, de havens zijn. Je komt overal, iedere stadje, dorpje, vestingstad, overal waar water is, is het gewoon prettig vertoe. Het is een way of life. Dat straks in 7 minuten. Blijf onze nieuwsberichten volgen via de Rijnmond-app en Rijnmond.nl. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.